welkom bij Wie het laatst slacht. Het programma waarin onschuldige passanten de klos zijn, nietsvermoedende burgers in de maling worden genomen. En bij bekende Nederlanders testen we hoe het zit met hun zelfbeheersing. Zo ontdekt Romy Montero tijdens een interview dat ze wordt verward met een bekende collega. Met een ambitieuze manager van een supermarkt in Hengelo, gecast als het nieuwe gezicht van de supermarktketen. En werden Martien en Erika Meiland de stuipen op het lijf gejaagd door hun bloedeigen dochter Maxime. Maar we beginnen bij een van mijn onhandige alter ego's, de nieuwe collega. Zo te zien hoor. En jullie hebben konden echt behoorlijk lachen erom. Hè? Achteraf. Ja. Het ging een hele andere kant laten over. Goed, echt een enorme actrice, toch? Nou, we waren toevallig dat een jaar getrouwd, dus we zijn een weekendje weg. Een mooie trofee. Leuk. Dankjewel. Voor jullie. Dankjewel. Door de jaren heen zijn er heel wat grappen en grollen uitgehaald met bekende Nederlanders. En sommige van die pijnlijke situaties die zijn ons altijd bijgebleven. Zoals deze met de beroemdste zingende sloophandelaar Frans Duits.